Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. De eerste speelronde is geweest, de Eredivisie is eindelijk begonnen. Ik hoop dat iedereen daar net zo blij mee is als ik, want ik heb namelijk daardoor heel veel zin weer gekregen in dit seizoen. Maar we begonnen natuurlijk allemaal met de Johan Cruijffschaal. De Johan Cruijffschaal werd natuurlijk zoals altijd gespeeld tussen Ajax en PSV en dat werd 3-5. PSV won die overtuigend met 3 doelpunten van Guus Til. Hoop ik dat het daardoor een beetje spannend wordt dit seizoen. Maar we hebben vorig seizoen kunnen zien dat het niet heel veel uitmaakt wat er in deze wedstrijd gebeurt. Want dat zegt eigenlijk niks over hoe de teams ervoor staan. Dit waren de uitslagen in de eerste speelronde van de Eredivisie. Heerenveen tegen Sparta werd een 0-0. Fortuna moest tegen Ajax en die heeft het redelijk goed gedaan. Dat werd 2-3. Cambuur tegen Excelsior werd 0-2. PSV FC Emmen werd 4-1. RKC tegen FC Utrecht werd 2-2. Ook FC Groningen tegen FC Volendam werd 2-2. Vitesse verloor met 2-5 van Feyenoord. NEC FC Twente werd in de laatste minuten 0-1 voor FC Twente. En AZ won met 2-0 van Go Ahead Eagles. Dat betekent dat we bij de volgende eerste ranglijst komen. Feyenoord staat bovenaan met 3 punten. Ook PSV, AZ, Excelsior en Ajax en FC Twente hebben 3 punten. FC Groningen staat 7e met 1 punt. Net als FC Utrecht, Volendam, RKC, Heerenveen en Sparta. En de ploegen met 0 punten zijn Fortuna, NEC, Cambuur, Go Ahead Eagles, Vitesse en FC Emmen. Dan gaan we natuurlijk naar de voorspellingen. Voor de mensen die nieuw zijn, leuk dat jullie allemaal meedoen. We hebben echt super veel reacties gehad. Dat maakt mij alleen maar blij. Natuurlijk zijn er mensen die afhaken. Maar ik vind het in ieder geval fijn dat er zoveel animo nog steeds voor is. Iedereen wordt er nog steeds blij van. Dus dat vind ik alleen maar leuk om te zien. Even nog een FYI. Mocht je ooit een keer een voorspelling willen veranderen, doe dat niet door je comment te bewerken. Maar door een comment onder je eigen comment te plaatsen, zeg maar, als antwoord. Zodat ik kan zien dat je niet vals hebt gespeeld. Dus meer gewoon een beetje van safety, van zodat alles eerlijk gaat. En verder probeer echt de volgorde aan te houden die ik aangeef bij het opnoemen van de wedstrijden die we gaan voorspellen. Zodat het voor mij wat makkelijker maakt om na te kijken, zeg maar. Want daar zit best wel veel tijd in. En dus het is fijn dat iedereen het allemaal op dezelfde volgorde heeft staan. Gelukkig ging dat bij 98% goed. Volgens mij waren er maar 2 mensen die het niet helemaal goed hadden ingevuld, maar maakt verder niet uit. De winnaar van de eerste speelronde is Thijs. Thijs die heeft 10 punten gehaald als enige. Dus die is lekker bezig. Goed bezig Thijs. Thijs heeft al een keer eerder meegedaan, namelijk afgelopen seizoen. Er zitten meerdere oude rotten in, namelijk Jurgen, die doet al heel lang mee. Die heeft 9 punten gehaald. Samen met 2 nieuwkomers, namelijk Cheert en Kars, ook allebei 9 punten. Dylan, iemand die ook al vaker meedoet, net als Colino, Sampo en Danny. Danny doet al echt heel erg lang, volgens mij al sinds het allereerste seizoen mee. Hebben 8 punten. En dan hebben we nog Munir of Mounter of Moenter. Ik weet het niet. Die heeft ook nog niet achtergelaten voor welke club die is. Die heeft ook 8 punten gehaald. Verder is de volledige stand te vinden in de beschrijving. Die staat namelijk als linkje bovenaan in de beschrijving. Kan je zien hoeveel punten iedereen heeft gehaald en op welke plaats je zelf staat. En de top 8 komt altijd in de aflevering. Op dit moment zijn dat 9 mensen omdat er 5 mensen op plaats 5 staan. Maar dan weten jullie een beetje hoe dat werkt voor de volgende keer. Dan gaan we Europese wedstrijden voorspellen. Het is weer tijd. Zoals ik de vorige keer had gezegd, ik wacht er altijd mee tot na de eerste speelronde. Zodat iedereen een beetje kan wennen hoe het gaat. En nu gaan we er echt voor. We voorspellen namelijk PSV tegen AS Monaco. FC Twente tegen Kutsukurikurikurikura. Daar nog nooit iemand van heeft gehoord. En AZ tegen Dundee. Deze 3 wedstrijden zijn in ieder geval te voorspellen voor deze speelronde. En dan natuurlijk speelronde 2 van de Eredivisie. Excelsior ontvangt Vitesse. Dan hebben we Go Ahead Eagles tegen PSV. FC Emmen ontvangt RKC. Dan moet FC Utrecht tegen Cambuur. Feyenoord ontvangt Heerenveen. Volendam moet thuis aan de dijk tegen NEC. Ajax moet een eerste thuiswedstrijd tegen FC Groningen. FC Twente in de Grolsvesten tegen Fortuna Sittard. En als laatste wedstrijd hebben we Sparta op het kasteel tegen AZ.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.